feestjes, bar weinig. Iets wat ik nu ooit heb opgezet met de programmeur, of de dansprogrammeur van de Melkweg trouwens. En dat is het platform voor alles wat niet bar slecht is. We doen het nu, ik denk zo'n 2 jaar lang in de Melkweg, of 1,5 jaar lang. En het loopt heel goed. Afgelopen donderdag hadden we nog de hele tent uitverkocht. En we hebben nog heel veel mooie dingen op het programma staan en 5 Days Off is daar één van. Ik kom net van de rush hour af en ik weet niet precies wat dit... Ja, ik weet niet of Bullion namelijk op 5 Days Off staat. Hij zou er in principe wel goed kunnen staan, maar ik weet eigenlijk niet of die op die woensdag in Paradiso staat. Maar het is wel het soort muziek wat er... Ja, ik vind het de vetste line-up in jaren eigenlijk. Voorgaande jaren vond ik het, was het gewoon niet altijd helemaal mijn cup of tea. Maar nu, dit jaar, ben ik zeer te spreken over wat ze doen. Maar dit is gloednieuw. En Bullion is een van die nieuwe artiesten die, nou ja, ik weet dus niet of die er staat, maar wel wat mij betreft zou moeten staan. Het aanstormend talent is voornamelijk op de woensdag en vrijdag. De woensdag in Paradiso staan in ieder geval Flying Lotus, wat niet meer echt een talent is, maar iets wat ik wel heel graag wil zien. En alles daaromheen, nou ja, Martijn, een van de grootste talenten uit Nederland als het om dubstep gaat. En ik weet, Noise Hiving staat er volgens mij bij, of Fawlty DL, of in ieder geval nog meer van die gewoon coole nieuwe beats dingen, gewoon elektronica, hiphop-achtige dingen die ik graag wil zien. En op vrijdag op Dekmantel, die Firecracker recordingsgasten, allemaal uit Engeland zijn dat, het zijn grote talenten. En Rahaan staat daar, wat in principe een van de beste disco-dj's is die er rondloopt. Als je gewoon zijn platen koopt, dan zijn ze soms wel heel vet, maar lang niet zo vet als de manier waarop hij het brengt. Het is gewoon een manier van draaien, gewoon het gevoel wat hij kan creëren op een dansvloer. Handen in de lucht en gewoon helemaal los. En de vorige twee keer dat hij in Paradiso bovenzaal stond, ging het hele dak eraf. Ik weet niet of hij er nu weer staat, of hij in bovenzaaltje staat, maar als dat zo is, dan is het wel echt wel een van de hoogtepunten van het festival, denk ik. Dit is al een plaats van vorig jaar, volgens mij. Ja, ja, eind vorig jaar is hij uitgekomen van Matthew Johnson uit Canada. En dit is wel iets wat ik nou ja, sowieso op die zondag zal gaan draaien, eigenlijk. Ik denk dat ik... nou ja, gewoon veel rustige, diepe house gaat draaien. Ik sta voor een live act en daarna weer en dan komt er weer een live act. Dus ik moet gewoon zorgen dat zij het best uit de verf komen. Dus wat ik draai is meer een soort invulling van, nou ja, zorgen dat het publiek het leuk heeft. Maar wel meer in dienst draaien van die grote artiesten die hier staan met een live act. In plaats van dat ik zelf keihard ga knallen ofzo.